We gaan naar iets heel anders. Een beruchte Nederlandse NSB'er is overleden. En daarmee komt er een eind aan een tijdperk, zou je kunnen zeggen. Jacob Luitjens, de laatst levende bekende NSB'er van ons land. Die is overleden. Hij is 103 jaar oud geworden, meldt Trouw. En hij werd in de jaren 80 een van Nederlands meest gezochte oud-nazi's. Journalisten traceerden hem toen uiteindelijk in Canada. Uiteindelijk kwam hij naar Nederland en heeft hij in de jaren 90 ook in de gevangenis gezeten. Zijn bijnaam was de Schrik van Rode. Hij groeide op in de Trentse dorpje Rode. Hij werkte op het plaatselijke NSB-kantoor en hij stuurde onderduikers naar een beruchte villa waar ik werd gemarteld. Hij is nu overleden, einde van het tijdperk. Ja, u heeft een Joodse achtergrond, ja. Meneer Rosenthal. Het einde van het tijdperk, zoals Maaike zegt, wat vindt u ervan? Ja, men zegt altijd over de doden niets dan goed. Dat geldt bij deze meneer niet. En ik denk ook trouwens dat ongeacht of je een Joodse achtergrond hebt of een andere, dat ook voor anderen zal gelden. Dit is een van de toch wel zwaardere oorlogsmisdadigers. En dat heeft hij dus wel inderdaad na de oorlog allemaal met zich meegedragen. En kennelijk kunnen dragen, want anders was hij niet zo oud geworden. Ja,